Op initiatief van de wijkvereniging Passewaaij is een pilot gestart om plastic afval in te zamelen en zo zwerfvuil te verminderen. Aan de lichtmast in Passewaaij zijn koonringen bevestigd. Hieraan wordt het plastic afval aangeboden. De gemeente heeft via de AVRI 500 ringen besteld. Vrijwilligers hebben proefringen eerder dit jaar tijdens NL Doet aangebracht. De wijkvereniging houdt er een register bij van de montage, de klachten en vandalisme. De gemeente registreert de meldingen. Na een jaar bekijken de betrokken partijen het resultaat van de proef.